慘啲係問。我让他们弄个桌子吧，到边到这边，这边很难干。棚子都拿来了，没地方支。就是查到有这要写那个号码是吗？对啊，我去里面找去，我问问。那新的发廊？啊，对。可能是白天的新的发廊。Yeah. Okay.Nou, vandaag is er een soft launch van Sinopharm vaccinatie. Dus vandaag is de eerste dag dat we in Suriname dit vaccin toedienen. Sinopharm die vanuit China aan Suriname is gedoneerd. Vorige week, afgelopen vrijdag, hebben we de officiële overhandiging gehad aan de president. En vandaag zijn we ready om dit vaccin toe te dienen. Sorry, 等一下我问一下。Dit vaccin, in tegenstelling tot het AstraZeneca-vaccin, moet je dit vaccin schwenken. En het is een one-shot, dat wil zeggen dus uit één flacon vaccineer je één persoon. Bij het AstraZeneca-vaccin kan je dus uit één flacon 10 tot 12 mensen vaccineren. Dus dan haal je uit één flacon zoveel spuitjes, maar hier haal je uit één flacon maar vaccin voor één persoon. Alleen Sinopharm is Ja, het heeft goed gewerkt vandaag. We hebben de werkwijze al onder de knie. We zijn al gewend geraakt met het handelen van het vaccin. Hoe je het vaccin moet houden, je moet er echt gewend mee raken. En dat is gebeurd vandaag en dat is goed gegaan. Dus vandaag was een soort examen voor de werkers? Zeker, vandaag was een soort examen voor de werkers. En vandaag was echt de trial. Ja, de generale repetitie om het zo te zeggen. En het is aardig gelukt vandaag. We hebben vandaag een soort soft launch gehad. De proefdraaien zouden we vandaag eigenlijk doen met 50 tot 100 man. Echt een hele kleine groep. Want kijk, het is echt de eerste keer dat het wordt gegeven. En we wilden echt precies weten hoe het allemaal te werk gaat. Maar ja, Mofokranti en elkaar appen, sms'en, zijn we echt op een groter aantal dan we hadden verwacht, zijn we gekomen vandaag. Hoeveel is het uiteindelijk geworden? Ik heb de uiteindelijke aantallen niet, maar we tikken aan tegen de 500. 178, 171, 166, 515, yes. Zeg die ambulance ook een paar keer op en neer gaan? We hadden niet verwacht dat we zoveel man zouden hebben. We hadden verwacht dat we maar 50 tot 100 man zouden doen vandaag. En toen we de drukte zagen, we gaan geen mensen wegsturen. Dus toen we de drukte zagen, kwamen we tot de ontdekking dat we niet genoeg vaccin hadden. En daar moest de ambulance weer voor gaan uitrijden. Een aantal keren zijn ze uitgereden om de voorraad bij te voegen. Maar ze worden vervoerd in bepaalde carriers en we hebben daar niet oneindig veel van. Dus je kan maar per keer zoveel terughalen. Het waren overwegend Chinezen, hè? Ja, we waren overwegend Chinezen, omdat we ook hebben begrepen vanuit de Chinese maatschappij. Dat onze Chinese broeders en zusters eigenlijk echt hebben gewacht op dit vaccin. Ze kunnen zich meer identificeren met dit vaccin, dus ze hebben er echt op gewacht. En ze zijn echt komen opdagen vandaag. Fu Xinyu. Gong Xinyi. Kijk, Sinopharm vaccin is geen onbekende voor de Chinese gemeenschap. Omdat de meeste Chinezen in Suriname nog familie of vrienden hebben in China. En die hebben reeds de Sinopharm vaccin al genomen. En ze zien dat het wel goed gaat, hebben ze daardoor ook meer geloof in de Sinopharm vaccin. Ik heb begrepen dat je hebt helpen registreren, 6000 Chinezen. Ja, klopt. De Chinese gemeenschap over het algemeen zijn ze de Nederlandse taal niet machtig. Wat ik gedaan heb, ik heb de formuliers laten vertalen en ik heb ze geholpen met het invullen van de formuliers. Critici spreken van discriminatie? Nee. Kijk, we hebben vandaag ieder geholpen. Maakt nou niet uit Chinese, Surinamers of andere vreemdelingen. We helpen iedereen. We moeten juist blij zijn dat ze willen komen om de vaccin te nemen. Kijk, kom. Kijk nou.
Kijk naar de andere kant. Dus het is geen sprake van discriminatie. Wat ik gedaan heb, ik heb de formuliers vertaald. En ik heb het laten invullen. Ik heb ze geholpen met het invullen. Want ze zouden dat ding niet kunnen invullen. Misschien bij vraag 1 al naam zitten ze al vast. En dat moet geen drempel zijn dat ze niet kunnen vaccineren. Vanwege hun taalbarrière. Nee, dat moet niet gebeuren. Is die 6000 Chinezen, zijn dat Surinaamse Chinezen of zijn dat, hoe noem je dat, nieuwe Chinezen? We hebben van de 6000 Chinezen hebben we in de buurt van 12 tot 1500 met een Surinaamse nationaliteit. Ja, en de rest zijn dan Chinezen met een Chinese nationaliteit. Waarom heb je gekozen voor Sinopharm? Omdat vele familie van mij uit China heeft prikken gehad, Sinopharm, en daarbij vertrouwen erin. Ja, en aangezien dat veel Surinamen ook vertrouwen, dus Surinaamse Chinezen ook vertrouwen erin hebben, dus heb ik gekozen om Sinopharm te nemen. En waarom heb je je gevaccineerd? Ja, het is hard om zichzelf te beschermen, ook anderen. Weet je, het is een virus, COVID-19 is een wereldwijdziekte tegenwoordig. En ik wil de stap nemen, initiatief nemen om mezelf te beschermen, ook de anderen. Ja. Er zijn heel veel Chinezen hier vandaag, hè? Ja, klopt, ook heel veel. Je ziet zeker, ik heb de eerste keer zoveel Chinezen gezien. Ja, na 2 jaar. Ja, klopt. Hoe komt dat, denk je? Ja, omdat iedereen wil fascineren. Ja, dus daarvoor. Je moet geen huis maken, die armpoot. Waarom ben je met Sinopharm komen vaccineren? Nou, ik heb vernomen via de Chinezen, want ik ben meestal tussen de Chinezen. Hè. En ik heb gehoord, in China is bijna 1 miljoen mensen zoveel gevaccineerd met deze vaccin. En tot nu toe is alles goed. Dus daar heb ik voor dit gekozen. Je staat ook in de rij voor Sinopharm. Dat klopt. Het is een van de andere keuzes die de Surinaamse bevolking heeft om gevaccineerd te worden. Ja, dus ik heb zo'n stelling van hey, laten we meer keuzes hebben en dan kunnen we dan zelf bepalen wat we dan inenten. En waarom heb je hiervoor gekozen? Uit onderzoek. Ik ben een type die meer van onderzoek houdt. En niet dat de andere merken niet goed zijn, maar vanuit mijn onderzoek heb ik gemerkt dat toch wel bepaalde grote landen en ook wat zelf in het vaccin zit, toch wel beter zou zijn voor mij. Dat is hem. Ja. Nou, hier zijn we weer. Dank u. Oké. In eerste instantie hadden heel veel Chinezen zich opgegeven om het Chinese vaccin, het Sinopharm vaccin, dat ze dat vaccin wilden hebben, hadden ze zich geregistreerd. Maar het vaccin is beschikbaar voor iedereen in de Surinaamse samenleving. En u heeft vandaag ook gezien dat behalve Chinezen ook andere bevolkingsgroepen zich hier hebben aangemeld. En we hebben iedereen geholpen om het vaccin toe te dienen. Dus het is niet alleen voor de Chinezen, het is voor de hele Surinaamse bevolking die gevaccineerd wil worden met het Sinopharm vaccin, het vaccin uit China. And I bring here my watch so we can show people that the vaccine is good. Yes. We hebben totaal 100.000 doses gekregen van ons bevriende natie China. En dat is goed voor 50.000 personen. En we hebben meer dan 6.000 mensen geregistreerd hoor. Een schatting is dat er 20.000 mensen al ready zijn om dit vaccin toegediend te krijgen. Nou, ik ben blij dat we nu nog een keus hebben aan vaccin voor ons volk. En we gaan ons uiterste best doen om zoveel als mogelijk mensen te vaccineren. Om een heel hoge dekkingspercentage te hebben. Want het is bewezen. De mensen die gevaccineerd zijn, die hebben een heel lager risico om in de intensive care te belanden of om dood te gaan. Afgelopen maanden, mei en juni, hebben we meer dan 300 doden gehad. Zaten er tussen de doden ook gevaccineerden? Dat iemand dood is gegaan ten gevolge van het vaccineren. Dat is tot nu toe niet aangetoond. Vaststaat dat van de doden ze niet gevaccineerd waren? Dus van de doden hebben we niemand die beschermd was door het vaccin. Is er ooit COVID bij u vastgesteld? Nee. Contact met mensen?